In deze webles gaan we kijken naar een elektrische schakeling, zoals je die hier ook weergegeven ziet met drie weerstanden, een batterij en één schakelaar die openstaat. En um, de vraag die hierbij gesteld wordt, is de volgende: Bereken de stroom en het vermogen van de stroombon van de batterij. En, um, om hier een antwoord op te kunnen geven, kun je eigenlijk vrijwel standaard een, hetzelfde plan van aanpak uh, uitvoeren. En die ziet er als volgt uit. Vraag eerst jezelf af: heb ik te maken met een serieschakeling, schakeling een parallelschakeling of een gemengde schakeling? Ga vervolgens um, door middel van vervangingsweerstanden toewerken naar de situatie dat je nog maar te maken hebt met één weerstand, één vervangingsweerstand. En bereken dan de totaalstroom die uh, gaat lopen. En afhankelijk van het soort vraag en wat je moet uitrekenen. Kan het zijn dat je daarna ook weer terug moet gaan rekenen en dat je moet werken richting het antwoord op de vraag? Maar eigenlijk is het standaard vervangen van alle weerstanden door één vervangingsweerstand en de totaalstroom uitrekenen: dat heb je eigenlijk altijd nodig. We gaan eens dus even terug naar onze situatie. Bereken de stroom en het vermogen van de stroombron. Ik heb drie weerstanden. Ze staan niet alle drie in serie, ze staan ook niet alle drie parallel met elkaar. Ik heb te maken met een gemengde schakeling. En dat is jammer, want dat betekent dat ik minstens twee stappen moet gaan toepassen om van die drie weerstanden één weerstand te maken. Nou, ik ga dat dus maar doen en ik begin met de twee weerstanden die parallel staan. Het parallele gedeelte, ik ga die twee weerstanden R2 en R3 vervangen door één vervangingsweerstand. En daarbij moet ik dus de rekenregel eh, toepassen van parallelle schakelingen. En die luist, luid, luidt als volgt: dat 1 gedeelde vervangingsweerstand gelijk is aan 1 gedeelte R2 plus 1 gedeelte R3. Nou, die waarde heb ik, dus ik kan vrij snel kan ik dat uitrekenen. En hier gaat meteen eh, een gevaar eh, in schuil, want heel veel mensen denken dat ze klaar zijn als het getalletje 0,375 hebben. Maar dan moet je niet vergeten. Dat je 1 gedeelte de vervangingsweerstand hebt. En om de vervangingsweerstand te berekenen. Dat je dan ook nog eens keer 1 gedeelte door deze waarde moet doen. En je moet bij deze berekening heel vaak 1 gedeelte door uh, doen. En wil je nu zorgen dat je daarbij minder fouten maakt? Gebruik dan de x-1 knop op je rekenmachine. Want die doet dat in één keer goed. En uh, dan heb je veel minder kans dat je iets verkeers intikt. Um, nou. Dit nog een keer 1 gedeeld door en dan krijg ik de vervangingsweerstand en die is gelijk aan 2,67 Ohm. Dus ik kan R2 en R3 wegdenken door één weerstand die een grootte heeft van 2,67 Ohm. Die ene vervangingsweerstand staat nog steeds in serie met mijn weerstand R1. En ik wil eigenlijk in totaal maar één weerstand hebben. Dus ik ga die twee weerstanden ook weer samen uh, uh, brengen tot één weerstand. Uh, maar dan wordt het makkelijker, want die twee weerstanden staan in serie. En voor het gedeelte in serie geldt uh, de volgende regel: de vervangingsweerstand is de optelling van alle weerstanden die in serie staan. En in dit geval is het de optelling van weerstand 1 en die vervangingsweerstand van weerstand 2 en 3 samen. Als ik dat ga invullen, ziet dat als volgt eruit en dan krijg ik dat ik een totale vervangingsweerstand heb van 4,67 ohm. Dus ik kan die drie weerstanden wegdenken door één weerstand van 4,67 ohm. Nu kan ik ook de totaalstroom uitrekenen, want voor de totaalstroom uh, geldt gewoon de wet van Ohm, dat totaalstroom gelijk is aan de spanning die de batterij levert gedeeld door die vervangingsweerstand. Nou, de spanning van de batterij is 6. Uh, Volt, de vervangingsweerstand was 4,67 ohm. En dan krijg ik een totaalstroom van 1,3 ampère. Ik ga even kijken of ik uh, overal aan gedacht heb. Uh, even kijken, ze vragen de stroom en ik geef stroom. Dus ik geef antwoord op de vraag. Ik heb de eenheid erachter gezet. En de spanning is ook al in twee cijfers uh, gegeven. En ook de drie weerstanden waren in twee cijfers significant gegeven. Het antwoord ook in twee cijfers significant. Niet vergeten dat er nog een tweede ver, uh, grootheid gevraagd is. Ik moet namelijk ook berekenen het vermogen dat de batterij de stroombron levert. En voor het vermogen heb ik een andere formule nodig. Die luidt namelijk: P is U mal I. U is 6 volt. I heb ik net uitgerekend als die totaalstroom. Dus ik kan heel eenvoudig, vrij snel, kan ik het vermogen uitrekenen. 6 x 1,3 is 7,7 watt. Ook hier ga ik even kijken, geef ik antwoord op de vraag, ik geef een vermogen en ze vragen vermogen, eenheid erbij en nog steeds twee cijfers significant. De tweede vraag van deze opgave luidt als volgt. Ik ga nu de schakelaar sluiten, dan krijg ik deze situatie. Leg uit of het vermogen van de stroombron toeneemt, afneemt of gelijk blijft. Een leg uit vraag, dus ik kan niet alleen maar zeggen neem toe, af of blijft gelijk. Ik moet ook een toelichting geven. En dat ga ik doen aan de hand van formules. Op het moment dat ik de schakelaar sluit, krijg je dat de stroom de weg van de minste weerstand kiest. Dus ze hebben we een keuze uit drie wegen: twee weerstanden en een draadje zonder weerstand. En wat zul je dan zien? Vrijwel alle stroom kiest voor het draadje zonder weerstand. Uh, en dat houdt eigenlijk in dat die twee weerstanden R2 en R3 niet meer meedoen in het verhaal, want er loopt toch geen stroom doorheen. En dan krijg ik een vereenvoudigde uh, schakeling. Ik krijg namelijk een schakeling waar alleen maar één weerstand nog maar in zit. En dat is de weerstand van 2 ohm. De aanpak blijft hetzelfde. Ik ga uh, dus totaalstroom uitrekenen. Alleen nu kan ik dat uh, direct doen, omdat ik maar één weerstand heb. En dat is dus ook eigenlijk meteen een vervangingsweerstand. En ik ga daarna het vermogen uitrekenen dat de batterij levert. En daarna ga ik een uitspraak doen over of dat vermogen groter is geworden, kleiner is geworden of gelijk blijft. En ik ga gewoon weer de wet van Ohm toepassen. En die luidt: I is U geheel door R. U is nog steeds 6 volt gebleven. R is nu 2 ohm. En ik krijg eruit dat er een totaalstroom gaat lopen van 3 ampère. Ik kan nu ook het vermogen uitrekenen dat door de batterij geleverd wordt. Die is nu gelijk aan 6 x 3, 18 watt. En nu moet ik niet vergeten om de vraag te beantwoorden. Ik ben klaar met mijn berekening, maar ik moet hier iets uh, uitleggen. Ik moet een uitspraak doen over het vermogen. Dus ik moet even gaan kijken wat het vermogen was in uh, de vorige opgave. Dat was uh, iets van 7,3 watt. Het is nu 18 watt geworden. Dus het vermogen is toegenomen. Ik zie dat het 7,7 watt was, maar het vermogen is toegenomen. Zorg ervoor dat je die laatste regel ook echt opschrijft, anders heb je niet de volle punten.